Welkom allemaal bij De Zorg Werkt Door, een initiatief van FVG Professional People. Vorige keer hebben we gesproken over herintreders, zij-instromers en duobaners. Een actueel onderwerp. We zijn in gesprek gegaan met Lieke Lange, auteur van de boek Carrière Switches en Bed Roelofs, manager, mens, cultuur en leiderschap van het Gelderse Ziekenhuis. Ja, we moeten door glazen muren, zegt Lieke. We moeten zorgen voor voldoende leerwerkplekken en goede begeleiding. We moeten anders gaan kijken naar mensen en naar hun talenten en minder naar afgekaderde functieprofielen. En Bert geeft aan dat we eigenlijk moeten losbreken uit de systeemwerelden. Nou, er staat dus nog heel wat te doen. Maar de vraag is, hoe gaat het nu in die praktijk? Hoe gaat het met zij-instromers en waar lopen zij tegenaan? En hoe gaat het met die managers, met die coördinatoren die deze zij-instromers een plek moeten bieden? Nou, daar gaan we deze uitzending over hebben. En het is dan ook een grote eer dat ik aan u mag voorstellen drie powervrouwen. Ja, u bent het inmiddels van ons gewend. Kim Koolthof, Evelien Hardenweg-Scheffer en Anita Story. Mijn naam is Sabine Uitslag. Welkom bij De Zorg Werkt Door. Ja, Kim, dan kom ik als eerste bij jou. Want jij bent zo'n ervaringsdeskundige, zo'n zij-instromer. Je bent meester in de rechten. Voor een paar maanden geleden stond je nog in de rechtbank te pleiten als advocaat. En nu in opleiding voor verpleegkundigen. De HBOV doe je en je bent inmiddels werkzaam in de wijk. Kan jij ons meenemen in die switch? Waarom ben jij geswitcht van ja, toch wel een mooi carrièreperspectief naar, ook een mooi carrièreperspectief, maar een hele andere, de zorg? Ja, ik heb inderdaad eerst rechten gestudeerd en daarna een aantal jaar als advocaat gewerkt. En eigenlijk had ik tijdens mijn studie rechten al zoiets van, wil ik dit eigenlijk wel? Is dit echt iets voor mij? Maar ja, dan loop je stage en vervolgens kreeg ik ergens een baan aangeboden. Dus ja, omdat het makkelijk is, blijf je dan maar een beetje hangen. En toen ik klaar was met mijn rechtenstudie en aan de advocatenopleiding begon, werd mijn vader ernstig ziek. Die kreeg PSP, dat is een Parkinsonisme. En hij wilde graag tot het eind thuis blijven. Dus dat hebben mijn moeder en ik samen met familie, de wijkverpleging in Homestead, thuis geregeld 4 jaar lang totdat hij overleed. Dat is heel zwaar geweest, maar tegelijkertijd ook echt heel mooi, omdat we het samen met de familie deden en we hadden gewoon heel goed contact met de wijkverpleging. En ondertussen zat ik steeds minder goed in mijn vel op mijn werk, dat ik echt dacht van ja, waar draait het leven nou eigenlijk om en waar word ik nou gelukkig van? En hoewel je als advocaat ook heel veel voor mensen kan betekenen, had ik dat gevoel niet. Ik zat in de familierecht, dus veel echtscheidingen. Ik was zelf nog hartstikke jong, dus op een gegeven moment dacht ik, ja, wat doe ik hier eigenlijk? En toen mijn vader overleed, toen dacht ik eigenlijk, hoe mooi is het om de zorg in te gaan. Mijn vader is zelf ook verpleegkundige geweest, mijn moeder maatschappelijk werkster, dus ik kom ook wel een beetje uit een zorgnest. Toen ben ik naar een coach gegaan om uit te zoeken wat ik nou wilde. En daar is uiteindelijk verpleegkunde uitgekomen. Dus een half jaar na zijn overlijden heb ik me aangemeld bij de HAN om verpleegkunde te gaan studeren. Zo, het is een behoorlijk verhaal ook en intensief. Dus je was op zoek naar een stukje zingeving wat je in je vak als advocaat niet kon vinden. En wat je in de zorg ook door het overlijden van je vader en de hele zorg eromheen terugzag. Ja. Ik zat vooral als advocaat ook gewoon heel veel achter de computer. En ik vond het een beetje saai ook vaak. Ja. Ik wilde graag wat doen. Ja. En nou, vertel eens, want dan ben je een zij-instromer. Je bent gemotiveerd, enorm gemotiveerd. Een passie voor iets wat je wil gaan doen. En dan? Ja, toen ben ik mijn suf gaan solliciteren. Ik heb naar organisaties gebeld, geschreven, berichtjes op LinkedIn geplaatst. Van alles eigenlijk. En ze vonden het om jou binnen te halen, want we hebben het gewoon zorg. Dat zou je denken inderdaad, want ik las overal dat er zoveel tekorten waren. Dus ik dacht, nou, hoe moeilijk kan het zijn om ergens dan een plekje te vinden?
Nou, dat bleek heel moeilijk te zijn, want ik kreeg het echt overal de deksel op mijn neus, omdat ik geen ervaring had. Ik moest eerst maar een jaartje stage komen lopen, gratis en voor niets. Of eerst de 3-IG-opleiding gaan volgen, want zo begon iedereen daar altijd. Of eerst MBO gaan doen. Maar zomaar als HBO'er ergens beginnen, dat kenden ze niet. Oh, dat is toch heel bijzonder, want dat is toch eigenlijk iets wat al mogelijk is. En we hebben tekort. Dus je zou denken van, goh, dat is een match made in heaven. Ja, dat dacht ik ook, maar dat viel tegen. Ja, heel veel organisaties kennen die opleiding ook niet. Die weten ook niet dat als je HBO verpleegkunde gaat studeren, dat je dan tegelijkertijd ook al kan werken. Dat is heel bijzonder. Maar uiteindelijk is het je toch gelukt, Kim. Je hebt een opleidingsplek gekregen. Kan je ons daar iets over vertellen hoe dat ging? Ja, dat was bij een organisatie inderdaad. Heb ik toch de kans gekregen om te beginnen. Daar ben ik ze ook nog steeds heel dankbaar voor. Maar het was niet ideaal. Ik begon in een verpleeghuis op een afdeling waar 8 ouderen met dementie woonden. En door de collega's daar ben ik heel fijn opgevangen en begeleid. Dus daar geen kwaad woord daarover. Maar na 2 maanden ongeveer moest ik toch alleen gaan werken. Dus ik stond in mijn eentje op die afdeling met 8 ouderen. Die waren allemaal rolstoelafhankelijk. Dus we maakten gebruik van tilliften. Ze moesten geholpen worden met naar het toilet gaan, naar bed gaan, uitkleden, aankleden. Je moest koken daar ook nog voor de hele groep. Hè? Dus aardappels schillen en de hele mikmak. Terwijl de mensen daar onrustig soms aan tafel zaten aan het einde van de dag. Je moest wassen, af en toe nog een beetje schoonmaakwerkzaamheden. Kortom, de hele dag in je eentje voor 8 mensen zorgen. Nou, dat vind ik voor een gewone afgestudeerde zorgmedewerker al niet te doen. Laat staan voor iemand die net 2 maanden in de zorg werkt. Is inderdaad heel erg heftig. En daar ben je ook niet lang gebleven. Je bent op een andere plek terechtgekomen. Ja. Daar werk je nu, hè? Ja, daar werk ik nu bijna 2 jaar. Ja. En dat is? Dat is in de wijk, in Nijmegen, de wijkverpleging. Ja. En hoe bevalt dat? Dat bevalt een stuk beter. Ja, de begeleiding is beter. En daar hadden ze ook, hebben ze wat meer ervaring ook met zijinstromers. Dat hadden ze al vaker gedaan. Dus daar is het allemaal net wat beter geregeld. Kan je ook aangeven wat dan beter is geregeld, Kim? De begeleiding. Ik heb een begeleidster zeg maar in mijn team waar ik terecht kan. Maar ook vanuit de organisatie is een praktijkopleidster die op de achtergrond meekijkt en die houdt ook echt wel goed bij hoe het met mij gaat en geregeld contact ook met mij en de werkbegeleidster en ze komt ook geregeld langs om te kijken hoe het gaat. Dat soort dingen. Het is allemaal gewoon iets, je kan merken dat ze daar iets meer ervaring mee hebben. En hoe belangrijk is dat voor jou, dat begeleiden? Want ik kom erop omdat Lieke Lange vorige keer in de uitzending daar ook dat op benadrukte. Vanuit haar boek ook, Carrière Switch, en haar onderzoek daarop. Dat ze zegt van het is heel belangrijk om voldoende werkleerplekken te creëren met elkaar. Maar daarnaast ook om goede begeleiding en ondersteuning te organiseren. Hoe belangrijk is die goede ondersteuning voor jou? Ja, die is heel belangrijk, want het is een totaal nieuw werkveld. En enerzijds moet je snel al zelf aan het werk. Hè. De ADL-zorg, dat heb je redelijk snel onder de knie en dat kan ook wel. Maar er zijn nog zoveel andere dingen die je moet leren. En het is gewoon heel anders dan als je een voltijdstudie doet en je loopt een stage van 1,5 jaar. Dan hobbel je gewoon achter iemand aan en dan kijk je hoe die het doet en langzaamaan ga je het zelf een beetje leren. Terwijl als je de deeltijdopleiding volgt, dan sta je gewoon pas boem in je eentje op de werkvloer en ga het maar doen. Dus je hebt daarnaast echt wel nodig dat je af en toe met iemand meeloopt en meekijkt en dat diegene ook af en toe met jou natuurlijk meeloopt en je tips geeft. Daar leer je van. Ja. Ja. Als we nu naar Evelien. Evelien, jij bent collega van FWG Professional People.
de talentenexpert, kunnen we wel zeggen. Als je dit zo hoort, hè, als het gaat over zij-instromers en wat Kim heeft meegemaakt. Is het voor je, hoor je dit vaker, dat mensen dat lastig vinden om de plek te vinden waar ze eigenlijk al hun talenten in kwijt zouden kunnen? Ja, dat denk ik zeker. Ja. En dan zowel op de werkvloer als in andere functies. Ik denk dat we nog heel erg kijken naar het functieprofiel en we zoeken een schaap met 5 poten. En alleen als iemand aan alle eisen voldoet, kan die starten. En we kijken minder naar wat er in de persoon zelf al zit en wat je kan ontwikkelen. Ja, en als het gaat om herintreders en zij-instromers, nou Kim is daar één van. Er komt straks, als we de media mogen geloven, een enorme hoos aan zij-instromers op ons af. Mensen die in de horeca hun baan verliezen door de COVID-19-crisis. Maar ook stewards en mensen uit de evenementenbranche. Allemaal mensen met veel talenten, denk ik zelf als leek, die heel erg goed matchen in de zorg en welzijn. Ja. Maar als ik het verhaal van Kim hoor, van hoe moeilijk dat gaat en hoeveel hobbels heeft moeten nemen om daar terecht te komen, dan hou ik mijn hart vast. Ja, als ik dat verhaal hoor, hou ik mijn hart ook vast. Maar ik heb ook al hele mooie verhalen gehoord over hoe toch binnen de zorg men organisaties zich al verenigen. Om ook te laten zien hoe mooi het werk is en dat wel het mogelijk is om die switch te maken. En ik denk dat de samenwerking daar in de regio, zeg maar tussen, en misschien wel landelijk ook voor tussen zorgorganisaties belangrijk in is. Maar ook gewoon voor organisaties. Het is ook een cultuur om iemand aan te nemen waarin je mogelijkheden ziet, potentie ziet. En dat te benadrukken in plaats van alleen maar te zien wat er nog niet is. Nu is het zo, Evelien, dat je hebt natuurlijk functies. Hè? Dus binnen FBG Professional People hebben we ook veel over functieomschrijvingen. Bijt dat elkaar nou? Dus wat je zegt, hè, over talenten en competenties aan de ene kant en de functie aan de andere kant. Nou, is daar een match? Nou, vaak wel, vaak ook niet. Moeten we daarmee omgaan in de toekomst? Is dat zo'n afgebakend geheel, die functie, of is het veel flexibeler? Het is wel wat flexibeler. Mijn collega's van FNG weten daar nog veel meer vanaf dan ik. Maar er is al wellicht ook veel meer mogelijk dan mensen op dit moment weten binnen organisaties. Dus ja, er is een functiebeschrijving, maar organisaties kunnen zelf ook functiebeschrijvingen maken. Je kan nu al gebruik maken van die EVC's, van de ervaringscompetenties. Die kan je ook al meenemen. Dus er zijn echt ook nu al dingen mogelijk waarin je wat breder kan kijken dan de mensen die al de opleiding hebben gedaan en al een x aantal jaren werkervaring binnen de zorg hebben. Je noemde net iets heel belangrijks. Hè? Dat heeft ook met cultuur te maken, zeg je, en hoe je naar iets kijkt. Hè? Ja. Hoe kan jij daar ondersteunend in zijn? Hoe help jij organisaties om mensen zoals Kim makkelijk door te geleiden naar een plek waar hun talenten ook optimaal tot uiting kunnen komen en waar ze ook veilig kunnen leren? Ja. Enerzijds door al de talentenscans uit te voeren om te kijken van welke talenten heeft iemand nou al en welke competenties heeft iemand al en welke competenties zien we die iemand makkelijk kan gaan ontwikkelen. Dus dat is helemaal aan het begin. En aan de andere kant ook door teamcoaching, door leiderschapsontwikkeling, ook cultuurtrajecten. Want dit is wel iets van de hele organisatie. Dus als iemand in zo'n team terechtkomt, dat vraagt wat van de leidinggevende, het vraagt wat van de collega's. En als iedereen met name denkt in kansen en mogelijkheden en die ook ziet, dan kan je met elkaar heel ver komen en wij kunnen organisaties daarin begeleiden. Ja, mooi. Ik Kim, terug naar jou. Als jij nou de kans krijgt, dan jij krijgt nu de kans, laat ik het zo zeggen, om HR-managers, bestuurders, directeuren, maar ook zelfs minister Hugo de Jonge, ik bedoel, laten we meteen maar daar beginnen, een advies te geven over hoe we moeten omgaan met die zij-instromers, die er straks ook nog en masse aan gaat komen. Wat is dan jouw advies? Ik zou allereerst kijken naar de opleiding. Die is nu 4 jaar. Ik vind dat best wel heel erg lang op latere leeftijd nog te studeren. Dat zou ik best wel naar 3 jaar kunnen. Want waarom zou ik nog een minor vak moeten volgen van 1,5 jaar... terwijl ik al een hele andere studie heb gedaan?
Daarnaast zou ik, als je mensen aan wil nemen, echt per individu kijken wat er nodig is. Wat hebben ze al aan ervaring? Wat brengen ze mee? Waar kan je ze inzetten? En probeer ze dan ook in te zetten op verschillende afdelingen, zodat ze veel ervaring kunnen opdoen. En spreek ook verwachtingen naar elkaar uit. Dus wat heb je nodig aan begeleiding en wat kunnen wij jou bieden? Zodat de neuzen daarin in ieder geval dezelfde kant op staan. En aan de minister zou ik willen zeggen, kijk nog eens naar de beloning van zorgmedewerkers en ook van leerlingen. Want de werkdruk is gewoon enorm hoog. Het zijn gewoon allemaal hele fijne mensen die in de zorg werken. Je ziet ook dat iedereen wil bijspringen. Zodra er een virus uitbreekt, dan staat iedereen eigenlijk voor de maatschappij en voor heel Nederland klaar. En ik vind dat daar echt wel wat meer tegenover mag staan dan wat er nu gegeven wordt. Oké, nou dat is duidelijke taal. He, dus zorg ervoor dat je de opleiding niet te lang maakt, dat hoor ik je zeggen. Want het is naast het werken en het studeren best heel zwaar. Zwaar. En het tweede is dat je ook gaat kijken van als je in die periode zit, dat je ook meerdere plekken hebt waar je die ervaringen kunt opdoen. Maar dat je ook een persoonlijke match kunt maken van wat wil iemand leren en wat is waar te leren. En ik wil je zeggen, ga ook fatsoenlijk belonen. Niet alleen de zorgmedewerkers, maar juist ook de zorgmedewerkers in opleiding. He, want die categorie hebben we dan nog niet in beeld als we praten over extra beloning. Nee. Ja, toch? Dat is wel echt een eye-opener, want daar hebben we het inderdaad niet over. Dus dankjewel voor jouw mooie bijdrage. Evelien, even terug naar jou nog. We hebben natuurlijk herintreders, mensen die nu staan te popelen voor die poorten van die zorginstellingen, maar die al een zorgachtergrond hebben. We hebben de zijinstromers, zoals Kim er één van is, en die straks nog vele gaan komen. En we hebben de duobaners. En daar verstaan wij dan onder de mensen die in de COVID-periode zich hebben ingezet voor de zorg, die nu weer teruggaan naar hun huidige functie en eigenlijk dat wel willen blijven combineren in de toekomst. Nou, ik zou zeggen, tekort in de zorg, ze lossen op als sneeuw voor de zon. Hoe kijk je daar tegenaan, duobaners? Ja, ik denk dat het heel mooi kan zijn voor mensen om hun verschillende interesses en hun verschillende drijfveren in kwijt te kunnen. Dus ik zou zeggen, gewoon doen. Of blijven doen. En zitten daar ook haken en ogen aan? Nou, je hebt twee werkgevers. Volgens mij is daarin al best wel veel mogelijk. En ik zou het ook zo willen benaderen. Kijk vooral naar wat er mogelijk is. Ga in gesprek met de werkgevers, met zorginstellingen. Om op die manier het mogelijk te maken. Mooi. Goed, Evelien, jij zegt vooral niet te veel over babbelen, maar vooral doen. En ervaringen daarvan leren met elkaar. Doe het ook samen, hè, hoor ik jou ook zeggen. Kim, jij hebt ons inzicht gegeven in hoe het in de praktijk eraan toe gaat. Hè, want we kunnen alles wel mooie systemen regelen en zeggen we gaan het doen met elkaar. Maar hoe gaat het dan in die praktijk? Dank je wel daarvoor. Dan gaan we nu naar Anita. Anita Story. Zij is regiocoördinator van JP van der Bent. En een organisatie, een grote organisatie die mensen ondersteunt in het leven. En hun motto is doe gewoon en gewoon doen. En dat hebben ze doorgevoerd in alle facetten, ook als het gaat om medewerkers aannemen. Anita Story, welkom. Jij bent coördinator en verantwoordelijk voor vele zorgmedewerkers. Het gaat over zijnstromers, herintreders, duobaners. Hoe gaat het bij JP van der Bent eigenlijk? Dat is een goede vraag. In principe kijken wij vooral naar de mens. En vooral naar de kwaliteiten die de mens heeft. Dus ja, we kunnen ze in hokjes stoppen. Hè? Zijinstromer en gediplomeerde en zo. We kunnen ook kijken van welke groep mensen hebben we nodig om deze cliënten te begeleiden. Dus wat ik in de praktijk zie is dat ieder team wel, als we het toch zo noemen, zijinstromers hebben. Of mensen die uit een ander vakgebied komen. En wat wel belangrijk is dat die team dan goed in balans blijft. Dus iemand die vanuit een ander vakgebied instroomt, heeft natuurlijk al heel veel kwaliteiten. Kan al best heel veel. Bijvoorbeeld de groep van horeca en de stewardessen, waar in de media natuurlijk veel over gesproken wordt. Die zijn natuurlijk al heel dienstbaar, want dat is al hun vak.
vaak kunnen die ook al heel goed observeren en signalen oppikken. Zijn ze ook gewend al om te doen. Dus die dingen kunnen ze al. Dus als je dat als uitgangspunt ook neemt en het team daarin ook meeneemt, dan weet je ook, oké, wat moeten we nog wel leren of wat moeten we begeleiden? Zo, hè? Dus ik denk dat we zo ook heel erg kijken. Dat het ook heel erg in de cultuur zit. Oké, mooi. Dus je zegt ook twee dingen. Hè? Je zegt van, echt op dat niveau van de afdeling kijken wat iemand nodig heeft. En wat iemand nodig heeft om die stap te kunnen maken in het leerproces. En je hebt het over je cultuur, zeg maar, hè, binnen JP van de Bent. Ja. Wat maakt nou die cultuur zo anders dan? Ja, ik weet niet of die anders is dan anders. Ik kan het natuurlijk niet helemaal goed inschatten. Maar wat wij heel erg belangrijk vinden is het leerklimaat. Is het leervermogen. Dus een belangrijke waarde is gewoon leervermogen. Dus daar tunen wij ook op in. Weet je, zo van, je kunt BBL'ers aannemen en denken, ja, dat is dan de leerling. Of zijn we allemaal leerling? Leren we allemaal iedere dag? En dat is denk ik waar wij ook heel erg op focussen. Ik leer heel veel juist van die zij-instromers. Ja, heel veel van die mensen. Die doen heel vaak een ander perspectief benaderen. Dat is heel interessant. Want als we meerdere perspectieven hebben, hebben we ook een breder spectrum aan wat we kunnen begeleiden. En dan kunnen cliënten ook veel meer kiezen. Dus er zijn veel meer mogelijkheden tot aansluiten bij de cliënt. Mooi zeg, dus die diversiteit is iets wat jullie omarmen. En diversiteit in een ecosysteem, weet ik van de natuur, dat is juist een heel mooie, dan is het heel vruchtbaar. Jullie zijn een lerende organisatie, als ik dat zo kan horen. Klopt dat? Klopt, ja. 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 En wat zijn nou de kenmerken van zo'n lerende organisatie? Kenmerken? Nou, in ieder geval dat leren normaal is. Dat hoort erbij. We focussen ook heel veel op reflectie. Hè, reflectie van, ook op de dingen die niet goed zijn gegaan. Daar leer je natuurlijk ook van. Maar ook op de dingen die wel goed zijn gegaan. Daar zitten natuurlijk ook heel veel kenmerken in. Hoe komt het dat het met die cliënt wel goed gaat en met die cliënt niet? Laten we ook eens kijken naar, waar gaat het wel goed? En wat zijn dan de succesfactoren? En kunnen we die ook verstevigen? Kunnen we die ook gaan gebruiken? Ja. Dus mooi, hè? Ook kijken naar wat wel goed gaat. Even een vraag, want jij bent natuurlijk ook verantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg. Ook binnen JP van de Bent zullen er situaties ontstaan of zijn ontstaan waarbij de gaten vallen in de roosters. Mensen zijn ziek of er gebeurt iets. Er moet snel alle minuten toch opvulling komen. En dan hebben ze het liefst wel gewoon iemand die meteen aan de slag kan in plaats van bijvoorbeeld een leerling. Dat is een beetje de duivelse dilemma's. Van de ene kant, en zo noemde Lieke Lange dat vorige week ook. Hè, van de ene kant willen ze snel opgeven voor het gat. Want er moet productie worden geleverd. En aan de andere kant kost het ook gewoon heel veel tijd en energie om leerlingen en stagiaires te begeleiden. Maar als je dat niet doet, hebben we straks wel weer een tekort. En daar zit het een beetje tussenin. Herken jij dat, Anita? Ja, ik zou het niet graag een duivels dilemma willen noemen, want dan is het dus ook zo. Ik herken natuurlijk wel korte termijn, lange termijn doelen. Dat zal iedereen herkennen. Ik denk dat het belangrijk is om te focussen om een goede match te hebben. Er zijn ook heel veel medewerkers die het heel leuk vinden om die ander te begeleiden. Of om te coachen, coaching on the job noemen wij dat vaak. Die dat heel leuk vinden, die daar ook hun energie van krijgen. Dus daardoor ook. Wat makkelijker die gaten dicht kunnen lopen, daar wat meer mee kunnen doen. Voor de rest denk ik dat je dat dus heel goed moet organiseren. Wat je nu dus op die IC's heel erg ziet, hè, voorheen zag je ook, volgens mij vertelde Bert Roelofs dat ook in de vorige, uitzending, van dat in eerste instantie waren mensen op de IC's, dat moeten allemaal IC-verpleegkundigen zijn. Maar die doen ook handelingen die een ander kunnen. Of die aan het bed zitten, daar kunnen ook andere mensen. Of wassen, daar kunnen ook andere mensen. Of een praatje maken met de familie, of geruststellen, dat kunnen ook andere mensen. Daar hoef je niet speciaal IC-verpleegkundige voor te zijn. Maar je moet dat wel in je cultuur hebben en je moet dat dus ook organiseren. Ja, zo. Dus je moet ervoor openstaan op een andere manier naar functies te kijken en naar talent en competenties. Ja,
maar wel in de eenvoud. Dus daar moet je niet te ingewikkeld in blijven doen. Veel mensen kunnen ook heel veel dingen wel. Mooi. Ja. Ja. Vind jij dat wij te weinig in onze systemen kijken naar wat mensen wel kunnen? Want ik hoor je nu een aantal keren dat positieve benoemen, hè, van wat gaat wel goed, wat kunnen mensen wel. Is dat ook, als je kijkt naar de systemen waar HRM op dit moment mee te maken hebben, past dat? Ik vind dat het vaak vanuit een andere afdeling dan bedacht wordt. Terwijl ik denk, ja, de mensen waar het over gaat, die kunnen heel vaak zelf hun oplossingen bedenken. Kunnen heel vaak naar de wel toe, van wat lukt wel. En daar zit heel veel positieve energie. Ja, ja. En wat lukt niet, dat is vaak negatieve energie. En dat kost ook tijd en energie. Ja, mooi. Als jij nou een oproep zou willen doen, of laten we zeggen een oproep wil doen naar jouw collega's en naar bestuurders, maar ook naar bijvoorbeeld directeuren HRM of managers HR, wat zou dan jouw oproep zijn? Organiseer de dialoog en met de mensen waar het over gaat, dus de mensen in de praktijk. En organiseer die dialoog ook met diverse anderen. Dus niet alleen binnen je eigen organisatie, maar ook diverse anderen. En juist die zij-instromers, die zijn juist de diverse anderen. Die vaak een heel ander perspectief hebben, hele andere oplossingen. Daar zit denk ik wel de kracht dan. Mooi. Dus jij ziet het ook meer als kracht dan van, oh hemel, ze passen niet in het... In onze structuur, of in onze functie. Maar juist daarbuiten, daar zit hun kracht, zeg je. Mooi. Ja. Nu is het zo dat Kim zojuist heeft gezegd van, mijn advies aan de minister, we hebben meteen nog gewoon aangepakt, in bestuur en HRM zou zijn drie zaken. De eerste is zorgen voor de opleiding, zoals HBO-opleiding op dit moment 4 jaar is. Maak het korter. Kort het. 4 jaar is echt lang. Naast een fulltime baan en daarnaast fulltime studeren, dat is bijna niet te doen, zegt ze. Een tweede advies is van, ga kijken dat je niet op 1 afdeling je leerperiode hebt, maar dat je veel meer afdelingen en situaties mag meewerken om ook daadwerkelijk te leren daarin. En zorg voor een 1-op-1 begeleiding en een super match van wat ik wil leren en wat op een afdeling kan worden. En het derde is van, kijk eens naar de leerlingensalaris. Dat is niet meer in verhouding voor wat een leerling, een hbo-opgeleide leerling zou moeten doen en kunnen. Als je deze 3 adviezen hoort richting bestuur, kan je daarmee eens zijn, Anita? Ja, ik kan er voor een groot gedeelte heel erg mee eens zijn. Weet je, op meerdere afdelingen stage lopen zorgt voor diversiteit, meerdere perspectieven. Dus daar ben ik het helemaal mee eens. Want anders kom je ook in een soort trechter in 1 cultuur, in 1 manier van doen. En terwijl je als je meerdere manieren of meerdere culturen gezien hebt, dan heb je ook meerdere keuzes voor situaties die je tegenkomt. Dus daar ben ik het heel erg mee eens. En ik denk dat het onderwijssysteem ook best wel systemisch is. En sommige dingen kunnen echt ook korter of kunnen veel beter of meer op maat. Ik denk dat er wel de slag geslagen wordt. Ik zie al wel projecten, wij hebben zelf ook een project van verkorte opleidingen. Ik denk dat dat ook kan. Ik denk als je goed naar het systeem kijkt en dat durft los te laten, dat dingen echt anders kunnen. Dus daar ben ik het ook heel erg mee eens. En haar laatste punt was dat ze 1 begeleider, hè, of 1 coach. Ik denk wel dat het belangrijk is dat het een gedeelde verantwoordelijkheid is van een team. Om elkaar op te leiden. Dus niet 1 persoon. Nee, elkaar op te leiden. Dus en ik kan wel voorstellen dat 1 iemand overzicht moet houden over dat hele proces. Dus dat je een soort procesbewaker hebt. Maar ik denk niet dat je aan 1 iemand gekoppeld moet blijven de hele tijd. Dat je juist meerdere mensen moet hebben. Omdat je dan ook weer meerdere perspectieven hebt. Ja, maar misschien wel 1 proces bewaken. Daar kan ik hem wel iets bij bedenken. Ja, mooi. Ja. En ze hadden het nog over de leerlingssalaris. Dat ook iets is wat, als je kijkt naar wat de inspanning is. En dat ze eigenlijk al eigenlijk gewoon wat ingezet in het digitale systeem. Dat het in verhouding is. Nee, daar ben ik het ook mee eens. Ik zie ook dat wij dat vaak ook niet doen. Dat het echt wel
Want ja, als je nou net van een goede baan afkomt en je bent heel erg gemotiveerd, je hebt heel veel kwaliteit om in de zorg te werken, ja, dan kan dat salaris echt ja, je tegenhouden. Dan denk ik, ja, dat moeten we niet willen. Nee, dus ik denk ook dat dat iets is wat we nu geleerd hebben van de coronatijd, dat we dat niet moeten willen. Oei, daar hebben we dan heel veel gasten, duo-banen. Hoe zie jij dat? Vind je dat wenselijk dat mensen bijvoorbeeld docent verpleegkunde zijn, maar bijvoorbeeld ook 1 dag in de week of 2 dagen in de week bij jullie werken? Ik vind eigenlijk zelfs dat het moet. Als je docent bent, dan moet je meegroeien in wat er in de praktijk gebeurt. En dan moet je voelen wat mensen voelen in de praktijk. Dus ik zou daar zeker grote voorstander voor zijn. Kijk, ja. Dat is mooi. Ja. Ik wil je ontzettend bedanken, Anita. En ik wil u thuis allemaal bedanken voor het kijken. En ik hoop je volgende week weer te zien. Dit was De Zorg Werkt Door. Tot ziens.